Suriname zal enkele miljoenen dollars besparen indien de regering de Brokopondo-overeenkomst met Suralco zal wijzigen of beëindigen. Dat zei minister Sergio Akimboto vandaag tijdens de behandeling van de wet Brokopondo-overeenkomst en schadeloosstelling bauxietmaatschappijen. De minister benadrukte dat de onderhandelingen met de multinational op topniveau plaatsvinden en in het belang van het land. Ook zal de stuwdam niet in particuliere handen belanden. De stuwdam zal worden ondergebracht bij een staatsbedrijf, onderstreepte de bewindsman. Andere vraag met betrekking tot stroom. Eigenlijk komt erop neer switchjaar van het lid Rusland, waarbij technische informatie moest worden achterhaald. Voorzitter, ik denk dat we die discussie over switchjaar niet verder hoeven te voeren, omdat we met Suralco zijn overeengekomen dat we beheer van switchjaar mogen overnemen. Dus IBS mag switchjaar overnemen. Ze moeten ervoor zorg dragen dat ze het personeel in 3 shiften klaar moeten hebben om die switchjaar te beheren. Het was geen issue voor Suralco Alcoa en ze geven aan dat ze wel graag zien dat deel van energie dat ze nodig zullen hebben voor de afsluiting, dat Suriname garantie geeft dat ze het krijgen. Ik benadruk, Suriname garantie geeft, omdat heel erg belangrijk is wanneer de stroomvoorziening, welke noodzakelijk is om die mudleak en alle chemicaliën te behandelen en in tact te houden. Als wij dat niet kunnen garanderen, dan hebben wij een probleem. De minister gaf verder aan dat tijdens de onderhandelingen met Suralco er overeenstemming is bereikt dat indien de Brokopondo-overeenkomst wordt beëindigd, Suralco de mogelijkheid krijgt om het bakhuisgebied tot ontwikkeling te brengen. Tijdens de onderhandelingen zijn partijen overeengekomen om opnieuw een studie te doen. En dat hoor ik meteen, maar ja, er waren studies gedaan. De studies die toen waren gedaan zijn niet door Suriname uitgevoerd. We beschikken over data en er waren andere inzichten toen waarom die studies zijn gedaan. Met de nieuwe ontwikkelingen, de fondsen van aardolie en gas in ons buurland en straks verwachten we dat ook in Suriname doen, heeft Suralco aangeboden om een nieuwe feasibility studie te doen welke direct uitvoerbaar zou zijn, gebaseerd op de ontwikkeling die te maken hebben met gasontwikkeling. Omdat, voorzitter, een belangrijk vraagstuk met betrekking tot de bauxietsector, aluminiumindustrie, is energie. Als je dat niet hebt, mag je zoveel voorraden hebben, mag je zoveel geluidige plannen hebben, maar als je geen antwoord hebt op energievraagstuk, is het een leuk verhaal, een utopie. Minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag in DNA tijdens de verdere behandeling van de wet Brokopondo-overeenkomst.